onderweg naar een nieuwbouwproject in Bergen. En vandaag kom ik erachter wat het werk van een betontimmerman bij Anton Bouw en Betontechniek zo onwijs leuk maakt. Dus help je op en gaan! Achter ons wordt heel hard gewerkt. Bij wat voor project zijn we vandaag? We zijn nu aan het werk in een kelder in Bergen. De vloer hebben we eerst zelf gemaakt met een liftput. Een liftput? Ja. Dat is wist niet dat het bestond? Dat is de onderkant van een lift. Van daaruit gaan we telkens een stukje verder omhoog tot aan het maaiveld. En dan mag onze opdrachtgever verder gaan met de opbouw. Jij werkt hier geloof ik al een tijdje. Ja, klopt. Ik ben al bijna 10 jaar werkzaam bij de Anton Groep. 10 jaar en hoe oud ben je zelf dan? 25. Dus dat betekent dat je 15 was toen je hier begon? Klopt. Ik ben begonnen met een stage en op zaterdag een beetje opruimen. En, daarna ben ik werkleren gaan doen. Dus tijdens het werk ook naar school. Ja. En alles wat je op school deed direct in de praktijk uit te kunnen voeren. En waarom heb je ervoor gekozen om altijd bij Anton te blijven? Anton is een mooie groep, leuke collega's, ze groeien hard. Je kan zelf ook mee groeien. Mooi. En waar zou je nog heen willen groeien? Ik zou later zelf in de uitvoering willen lopen en meerdere dingen van tevoren regelen. En dat betekent dat je dan uiteindelijk zo'n mooi oranje jasje aankrijgt? Ja, precies. Gaaf. Voor de potentiële collega die zit te kijken, waar moet hij over beschikken? Hij moet spontaan wezen, gezellig, meedenken, gedreven in het vak, passie voor betonbouw. De ene keer maken we kelder, de andere keer maken we bruggen en ja, van alles. De zware industrie maken we vloeren van 1,60 meter dik. Dat is wel een hele uitdaging. En je noemde net een hij, stel ervoor zit een zij te kijken, kan dat dan ook? Ja, dat kan zeker, ja. Maar over het algemeen zien wij hier niet zoveel vrouwen op de werkvloer. Het zijn meestal mannen. Hallo? Mag ik ook meewerken? Want dan... We gaan straks een kist stellen, dan mag je de schoren wel monteren. Nou, we gaan een beetje girl power laten zien op deze bouwplaats, jongens. Nou, ik zou zeggen, een kind kan de was doen. Dit project is over 2 weken klaar, dan begint het volgende project. Maar van al die projecten, op welke ben je nou het meest trots? De grote variatie in projecten die we maken, ja, dat vind ik altijd erg leuk hier zo bij Anton. Persoonlijk vind ik het maken van de hellingbanen in de Amsterdam Arena, dat was voor mij het mooiste wat we tot nu toe hebben gedaan. En wat zou je nog willen zeggen tegen de potentiële collega die nu kijkt? Ik kom graag solliciteren bij de Anton Groep. We hebben veel leuke collega's, veel mooi werk. We zien je graag tegemoet. Is dat geen mooie uitnodiging? Kom bij Anton werken, want de bouw is wauw. Wil jij werken op allerlei leuke locaties in een supergezellig team bij Anton Bouw en Betontechniek in Obdam? Ga dan naar www.werkenbijanton.nl en solliciteer direct.